Ant-Man heeft de ene laatste ranking op Rotten Tomatoes. Ja. Alleen boven Eternals heeft het Eternals erg gedaan. Op ja. Rotten Tomatoes. Hè? Kunnen we dan ook. Je hebt hier vast. Hier staat ook de hele lijst in ja. Het artikel zag ik toevallig. Dat is precies wat niet ik toevallig. Wilde ik heb het opgezocht. Kijk, en ik zweer dat je misschien dat alles eerst wat wel even goed om uit te leggen hoe. Onderaan Rotten staat gewoon. Weet het, phase 4 is hoe toch? Hoe Rotten Tomatoes werkt, echt. Want dit betekent dus niet dat een film gemiddeld dat percentage krijgt. Maar het betekent dat percentage van de reviews boven de 6 is, geloof ja. ik. Of boven de 5,5 eigenlijk. Ja. Dus het is op basis van hoeveel. Boven de 5,5? Ja, dus 100% vers betekent. Of 100% tomato. Dat alles heeft. Dat een alles voldoende. Boven de 6 is. Dus je kan alsnog een 6 film zijn in principe. Ja. Maar als je van iedereen 6 krijgt, ben je 100%. Ja. Dus dat is wel belangrijk om eraan toe te voegen. Ja. Maar toch zijn dit wel cijfers die. Ik had verwacht dat Black mensen. Black Panther bovenaan. Ja, maar daar hebben we destijds al over. Nee, maar daar hebben we destijds al over gehad. Er is gewoon een grote groep reviewers. En vooral vanaf Amerikaanse bodem. Die vinden dat je een film al pluspunten kan geven op diversiteit. Of dat het een minority is. En niet op de merits van de film zelf. Even. Dat hebben we gezien bij Miss Marvel. Die de allerhoogste ranking kreeg van een ik zie Miss Marvel er niet eens bij staan hier. Nee. Maar dat ging over nee, maar wacht even. Dat ging over de best beoordeelde Marvel TV show alle tijden. En bij Black Panther was dat ook zo. En daar hebben we toen destijds ook over gehad. Laten we niet in een inclusiviteit discussie belanden hier. Wat ik interessant vind. Nou, als ik dit lijstje bekijk, behalve dat ik Black Panther inderdaad erg, maar je ziet wel gewoon de bovenste linie zijn ook wel echt de betere MCU-films. En ik had niet verwacht. Nou, sorry, maar Shang-Chi en de Spider-Man. Shang-Chi vind ik ook redelijk hoog staan, maar Spider-Man is de most beloved character. Maar dat is het. Het gaat ter wereld. Dat is niet voor de film. Maar ik had niet verwacht dat Ant-Man en de Wasp zo laag. Ik dacht dat wij kritischer zouden zijn dan de gemiddelde recenseur. Nee. Ik ben heel blij dat ze met ons zijn. En dat de Eternals eronder aan staat. Wat phase 4 is. Dit is dan het begin van phase 5. We hebben Thor Love and Thunder. Die staat bijna helemaal onderaan. We hebben het inderdaad al vaker over Thor The Dark World. En ik snap dat niemand het een toffe film vindt. Maar ik vind het wel veel meer doen voor de lore van de MCU. Dan heel veel andere films. Dat wel. Iron Man 2 ja, is inderdaad niet. Maar dat is ook wel. Dat waren niet toch de hoogtijdagen van de MCU. Was ook niet de vetste Iron Man. Nou, trouwens, 3 staat, Iron Man 3 vind ik slechter. Die is veel slechter inderdaad. Die staat een stuk hoger, toch? Ja, we moeten wel eerlijk zeggen. Daarboven vanaf Doctor Strange Multiverse 4. 70 is niet heel slecht natuurlijk. Nee, maar oké, fair enough. Maar dat ik zal je heel eerlijk Black zeggen. Black Widow, Captain Marvel, al die shit moet meer naar onder, man. Maar ik zal je ook heel eerlijk zeggen, ik vind Quantumania in dit geval echt te laag staan. Ik denk dat dat ook wel wat te maken heeft met verwachtingen. Maar ik ben blij. Oh. Eigenlijk, ik ben wel blij precies. Dat dit gebeurt. Signal. Want die fucking ogen moeten geopend worden. Van we kunnen niet op deze manier verder. Nee. Dit is niet goed genoeg. Weet je wat ik een keer wil doen? Ik wil dit lijstje, dat we alle drie ons eigen. Want dan is het ook gelijk een keer. Zijn we daar nu bij Phase 5? We beginnen. Ja, movie fights bijna. We zijn aan het haten. We willen dat de Phase 5 lijp wordt. Maar we hebben er misschien nu weer een beetje een hard hoofd in. Laten we een keer alle drie persoonlijk onze volgorde maken. Ik zou je nu met nummer 1 zeggen: Guardians of the Galaxy. Vet. Nee. Maar dat is niet voor mij. Nee. Bij mij zou laten we dat bewaren. Toch, dit vind ik een leuke. Want over twee afleveringen hebben we ook geen jaren 90 meer. Dus dan moeten we toch nee, iets. Dat is waar, we moeten toch iets. Hè? Nee, maar in ieder geval inderdaad, ik ben blij dat er een signal wordt afgegeven. Want ik kreeg ook weer echt cringe gevoelens. Want ik kijk ook wel eens even die red carpet interviews, weet je wel. En er komen altijd fans, weet je wel. En oh my god, it was amazing. What an amazing start of phase 5. Oh wie my god. Dat? Ja, oh, iedereen. Ja. Weet je wat, dan denk ik van. Dat ik had ook sheeple. Zoiets van. You're the fucking reason dat die Marvel films mediocre zijn. Ja. Jullie zitten fucking mediocre shit de hemel in te prijzen. Hou op. Ja. Ja, het is interessant ook om te kijken. Ik zou ook graag de cijfers zien van hoe de decline is in mensen die er naartoe gaan. Want dat is wel belangrijker dan dit. Want zolang mensen er naartoe blijven gaan, dan boeit het ze ook niet. Ja. Ik moet wel zeggen, het scheelt heel veel. En die film is echt niet zoveel slechter dan Love and Thunder. Of bijvoorbeeld Doctor Strange in the Multiverse of Meh. Dus ik denk ook wel, dit gaat nog wel klimmen. En heel, ja, dat. En, maar ook om heel eerlijk te zijn, ik vind Eternals niet zo slecht. Eternals is echt precies even slecht en als deze film. En moeheid speelt denk ik ook gewoon mee. Waar hadden we die geplaatst? Mid? Nee. Eternals? Wat een Quantumania hadden we mid geplaatst. Oh, Quantumania. Ja. Ja, sorry, ik dacht dat je zei Eternals. Maar nee, maar daarom. We gaan deze een keer zelf shuffelen.